Dit kogelgat in een raam aan de Nijmeegse Gerrit van Durenstraat is het volgende hoofdstuk in een mysterieus conflict waarin dit nu al het 9e incident is. Doelwit, de eigenaars van een bedrijf dat elektrische bezorgfietsen verhuurt. Eerder dit jaar waren er al brandstichtingen en beschietingen bij hun woonhuizen en in het pand van het bedrijf. Tot nu toe vielen geen gewonden bij de acties. Ook vannacht bleef iedereen ongedeerd. De politie deed urenlang onderzoek bij de woning. Wie er achter de incidenten zit is niet bekend en ook over het motief weten we nog niets.